Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Het is alweer 22 december vandaag. Yes, kijk altijd op de kalender voor zekerheid. Wat een dag weer vandaag. Mensen beginnen echt zo veel te winkelen en druk te worden om boodschappen te doen en zo. En het is niet leuk meer. Ik begin nu op het punt te komen dat ik denk, qua werkgerelateerd vooral, Kerst mag klaar zijn. We mogen echt weer even naar nieuwjaar. Want ja, mensen zijn gewoon echt niet leuk. En nu met corona is het nog 1000 keer erger dan dat het normaal is. Mensen hamsteren, mensen... Ik ben echt klaar mee. Je ziet ook aan mijn energielevel. Het zakt met de dag. Sorry. Dit ook. Mijn stem valt weg, slijmen overal, zieke gevoel een beetje. Nog steeds pijn hier in mijn onderlip, hier binnenin. Echt kut. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik bijt volgens mij veel te vaak op mijn lip op de binnenkant. Van de stress, moeten we even meedelen. Nee, maar goed. Ik ga blij zijn als we in januari voorbij zijn op dat vlak. Minder moe. Minder stress, nieuwe schone lei, let go, heel veel zin in. Maar goed, genoeg depressieve shit voor nu. Ik ben zo moe, what the fuck. Ik heb al een klein half uurtje geslapen, eventjes tussendoor. Ik heb vandaag mijn maand streams geactiveerd, die ik gratis krijg door het abonnement dat we een soort van gratis hebben op de krant, door onze Proximus tv-zender. En nu kan ik een maand streams kijken en ik was dus begonnen met kijken en toen ben ik in slaap gevallen. En wie is er aan het knagen weer hier? Hallo. Don't do that. Nee, toen ben ik dus even in slaap gevallen. Toen later gingen we eten. En nu heb ik gegeten en ben ik hier. Maar goed, kalender. Zo leeg. Oh my god. Dagje 22. Dat is hier bovenaan. En het is een kleine mentosrol in de flavor green apple. Benieuwd, dit is altijd wel lekker snoepje. En op dan die van de rituals die nu heel licht aan het worden is. Het middenste vakje. En dan hebben we, dan hebben we dus onderaan nog eentje en hierboven. En vandaag is deze. Oeh. Als ze eruit komt, ja. Het wordt ook makkelijker om ze eruit te krijgen. Het lijkt wel of dat plastic minder gespannen staat ofzo. Like the Happy Buddha Energizing Shower Scrub. Ooh, I love scrub. Be merry, a reason to smile with ritual of Happy Buddha Shower Scrub. Ja, zo, daar waren de kalenders. Het wordt een heel korte avond, denk ik. Ik denk dat ik van het moment dat ik in bed ga liggen, dan slaap ik weer, denk ik. Ik ga zo meteen even een lekker badje nemen. Misschien, ik twijfel mijn haar wassen, maar ik wil het nog uitstellen, want ik wil dat het donderdag gewoon leuk zit, weet je, met kerst en dan. Ja. Oh, ik heb hier nog iets trouwens wat ik wil laten zien. Dit zakje. Dit kreeg je bij de Goed Gevoel. En er zitten ook twee producten in die ik besteld had. Die heb ik even voor het laatste. Sorry voor mijn stem. Echt. Volgens mij is het bloedirritant dat ik de hele tijd zit te kuchen. Maar ik kan er niet aan doen. Sorry. Maar goed, dit tasje met inhoud zat bij Goed Gevoel deze maand. Of zit bij Goed Gevoel. Ik moet ook echt mijn nagels doen. Ik negeer het. Allereerst een Bella Pierre... Brown Eyed Girl Eyeshadow Palette. Oh, ik dacht dat het wenkbrauw spul was. Oh god. Ja, dat verklaart natuurlijk wel waarom er glitter in zit. Ik dacht dat het een of andere... Ja, oké. Voor mij luistert vandaag niet te veel naar mijn zout en nergens op. Maar dit oogschaduwpalletje, heel leuk. De totale waarde van de 4 producten is blijkbaar €90. Wat ik wel kan geloven, want... Bella Pierre is een merk wat ik ken uit Duty Box, Goody Box. En ik weet dat het best wel prijzig is.
Een andere is deze douche. Die moet ik even proberen openmaken. Ik heb trouwens voor dit pakketje, ik zeg het zit bij de Goed Gevoel, maar het kostte 8,80 euro volgens mij. Dus eigenlijk is dat geen geld voor wat hierin zit. Maar deze douche, en ik denk dat het een blush of highlighter is. Het zit heel goed ingepakt in een folietje. Alsof mensen het gaan open doen, not. Oeh! Ja! Oké, en dan zit het nog een keer hier, denk ik. Of niet? Oh nee, hier, kijk. Een mooie blush. Heel neutraal, past volgens mij bij elk huidtype. Ik kan wel even swatchen. Een beetje Nars Orgasm kleur lijkt het. Een beetje peachy. Ja, het komt op camera weer niet heel mooi over. Dan doe ik deze. Dan een lipstick. Van Cleo Noir. Dat is een merk dat ik dan weer niet ken. Maar het ziet er wel heel luxe uit ook. Als ik hem opkrijg. Again. Deze kan ik misschien even gewoon opdoen. Het is zo'n stick die je dan kan uitrollen. Oh, heel fel wel. En heel creamy. Het handige aan deze sticks vind ik altijd dat het een soort lip liner is ook. Zo. Wel een heel mooie kleur. Mijn make-up trouwens zit ook echt voor geen meter weer. Ik had mijn kwasten gewassen gisteren. En als ik ze dan de eerste dag weer gebruik, dan lijkt het alsof ik dubbel zo hard in de producten moet zitten om er wat af te krijgen. En dat heb ik dus nu ook weer gehad deze ochtend. Daarom is mijn foundation er nu echt al heel ver vanaf. En ja, sorry. Deal ermee jongens. Het zit er meer dan 12 uur op. 14 uur al. Dus ja. Maar goed, en dan dit potloodje denk ik. Is het een oogpotloodje? Kijken of ik hem open krijg. Waarom zit dat altijd zo kut verpakt? Dat is echt heel irritant. Ja. Ik had er trouwens niet meer aan gedacht dat je... Oh, dit kreeg bij een Goed Gevoel. Ik was eigenlijk een soort van vergeten. Maar doordat ik wat ik zo meteen ga laten zien moest gaan ophalen, zag ik het ineens. Want ik moest het ophalen in de krantenwinkel. Ja, ik kreeg het er niet 100% vanaf. Ik doe het straks wel. Maar het is een zwart oogpotloodje. Ja. Gewoon een basic zwart oogpotloodje wat altijd van pas komt. Check. Dat was wat in het tasje zat. En deze twee producten, die heb ik besteld. Namelijk de MAC Skin Finish in Global Glow. Dat is deze. En I love Skin Finish. For real. Deze is wel heel donker. Je moet hem best wel goed uitvreven. En ik haat het licht. Je ziet de shimmer echt gewoon niet. Een beetje hier nu wel. Like, how pretty. En als je bij MAC één gezichtsproduct kocht, maakt niet uit wat. Maar ik wou al heel lang een nieuwe skin finish uitproberen. Dus ik dacht, joh, doe gewoon die. Maar dan kreeg je van de kerstcollectie eentje cadeau. En ik heb deze. De Let It Glow. En dit is een extra dimension skin finish. Dus die zijn nog iets heftiger. Als ik dan eroverheen swipe. Kijk, zie je? Die is nog net iets feller en die pakt iets beter op beeld wel. Maar I love it. En de verpakking is ook zo mooi. Oh my god. Dus eigenlijk heb ik een soort van 1 plus 1 actie gehaald. Deze gekocht en deze gratis erbij. Want dit is ook waarde, denk ik, 35 tot 40 euro. En dit was 34 volgens mij. I don't know. Prijzen via MAC. En die had ik dus besteld zaterdag volgens mij. En ze zijn vandaag al aangekomen in mijn afhaalpunt. En dat was de boekhandel. En toen zag ik dat. En ja. Heel onsamenhangend verhaal met dit. Maar ik ben hier heel blij mee. En deze ga ik gebruiken. Of een van de twee sowieso. Voor een mooie kerstlook te maken.
heb ik wel zin in. Ik wil ook heel graag die, hoe heet het? Die TikTok challenge. Dat je dan aan de ene kant Mr. Snow en de andere kant Mr. Sun. Maar ik zie dan die heel mooie looks en dan denk ik, mensen, ik ben niet zo goed in make-up. Ik doe al wat en ik kan wel een neutrale ooglook maken, maar echt die grimme make-up, I'm not good at it. Ik weet ook niet, iemand had bij de Anubis Q&A gevraagd voor Anubis looks te maken. Ik heb daar een beetje research al over gedaan, maar ik moet nog steeds even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. En ja, maar het komt goed, ik ben ermee bezig. Dat voor in 2021 allemaal. Goed, genoeg gepraat voor vandaag. Dat was het. Deze slaapkop gaat zo meteen lekker een badje nemen. Ontspannen. En morgen een vrije dag beleven. Aan de ene kant baal ik echt dat ik vrij ben. Maar aan de andere kant denk ik, thank God. En morgen op de planning. Het enige is even langs de winkel. Dan kan je nu denken, je gaat alweer naar je werk. En je moet er niet zijn. Nee, klopt. Maar donderdag is kerstavond en moet ik koken. En we hebben vandaag al heel wat rondjes gereden om ongepelde garnalen te vinden. En nu moet ik, omdat ik dat niet vind, alle viswinkels waren dicht. En diegenen die open waren zijn dicht omdat ze met bestellingen bezig zijn. En bestellingen plaatsen kan niet meer, want ze zitten vol. Dus daarom moet ik nu even een ander alternatief zoeken. En daarom ga ik wel even graag naar de winkel. Ik ga ook nog even research doen daarnaar op kookwebsite, dus even kijken wat daar de suggesties nog zijn. Dat ga ik vanavond nog doen, dan blijf ik tenminste wakker. Ik ga proberen om niet voor 11 uur, half 12 te slapen. Want anders fuck mijn ritme. Als ik om 9 uur bijvoorbeeld nu al in slaap val, dan ben ik vannacht klaar wakker al. En dat wil ik niet. Maar het komt helemaal goed. Peace and love. Hier, meneer Kersuil. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Slaap.